wish I was a freight train, baby. Wish I was a freight train, baby. Oh, dit geluid. Oh, daar, check dat. Dat is insane. Ah! We zijn er. Goedemorgen dames en heren, welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik zit hier lekker in mijn tuintje, maar er is een probleem. Kijk hier, dit groeit gewoon tot door die stoelen. Dat is niet best. Dus, we gaan het grasmachine er nog eens bij halen. Lang geleden dat ik het gras heb afgemaaid ook, het is echt al een tijdje geleden. Dan zie je ook wel, al die lelijke gele bloemen komen er weer tussenuit ook. Dus we gaan eens even het grasmachientje erbij pakken. Kijk. En dan gaan we de dag vandaag beginnen met lekker maaien. Ik ga wel eerst andere schoenen aandoen, want ik heb deze witte schoenen weer aan. En anders worden die helemaal groen. Ik heb ook trouwens boortrui aan, dat was het eerste wat ik vond. Want ik had het een beetje koud binnen. En ja, nu heb ik die nog steeds aan. Dames en heren, het is tijd om nog eens in deze mooie rode auto te stappen. Ik heb hier echt al een tijdje niet meer in gereden. En voor de mensen die elke dag kijken, die weten ook waarom. Ik ga deze waarschijnlijk ook verkopen, maar nu wil ik hier nog eens even een ritje in maken. Kijken of die nog start. Gelijk niks. Oh, maar nu ga ik terug verliefd worden op deze auto. In ieder geval, ik ga nu naar Gijssen thuis rijden. Dat is echt letterlijk tegenover mij. En dan gaan we samen even chillen aan de vijver. Deze keer ga ik wel niet in het gras rijden, want anders zit ik vast, gelijk vorige keer. Flashback. Ja, dat is niet best. Dus nu maar gewoon op de kiezeltjes draaien. Oh, dit geluid. Oh. Zo mooi. Staan we dan, mensen. Leuk plekje hier, hè? Ja. Dit is echt een ideale plek om zo even tot rust te komen. Trouwens, daar zagen we net echt een crazy zo van die horenaars wespennest in die boom. Ik zal even een filmpje laten zien. Mooi, yo, mensen. In deze bomen liepen hier net. Zitten allemaal horenaars. Ik ga dat proberen filmen, maar daar, check dat. Dat is insane. Dat is echt heel smerig. Die zitten allemaal in die boom daar. Check. En dan vliegen die weg. Ja, dat is toch echt ziek. Als die op je afkomen, moet je naar het ziekenhuis, denk ik. Kijk dit, mensen. Dit was nog van vorige keer toen ik hier dus vast zat. Nu is het al veel minder nat hier, dus ik denk, moest ik dat nu opnieuw doen, dat het niet zo zou zijn, maar we gaan het toch niet doen. Hier zat ik vast. Crazy. Maar ja, besef ook mensen, dit is een auto van bijna 3 ton. Geen wonder dat hij hier even vast zit. Wat kost die 300.000 euro? Ja. Nee, van 3 ton, van 3000 kilo. Het gebeurt hier weer allemaal. Oeh, hottest merch in the game. We zijn weer terug thuis, mensen. We hebben even goed gereden met het mooie... blijft zo sick, hè, ja. Blijft zo'n dikke auto, echt. Blij dat ik er nog eens mee heb gereden, was lang geleden. Ondertussen heeft Niels hier een mooi kastje bij. Nee, laat er maar uit, want ik heb niks. Gaat het niet lukken? Nee. Ah, kijk, we hebben geen stekker voor deze oude auto, dus... Anders kon hem uitlezen. Ah! Zijn er! Ik heb een zonnebril op, ik weet niet waarom, want het is ineens alweer donker. Maar Sepp is er weer bij, we zijn even met Sepp in zijn auto en met al de rest. Want Niels is er ook naar de Albert Heijn, want Niels heeft koffie nodig. Even serieus. Wacht. Ik ga hier staan, kom, loop eens naar mij. Wauw, wat een outfitje, joh. Ziet er goed uit. Sepp is niet zo content. Jawel, mijn haar is lelijk, man. Oké, Sepp, wat komen we halen? Nu nog, s'avonds. Deze jongen. Echt. Gisteren ook nog een scoop gepakt. Hey, de mensen vonden de vlog van gisteren grappig, dus. Ik ook. Dat is omdat jij erin komt. Wajo. Hier loopt gewoon iemand met beef en merch. Holy shit. Yo, what's up, subscribers? Just to get me started. Wish I was a freight train, baby. Wish I was a freight train, baby. Wajo, mensen. Ik weet dat het weer even volledige chaos was in de vlog. Oh. Want ik begon de vlog met gras maaien. Ik heb niet eens het resultaat laten zien. Maar dat is dus wel gefixt. En toen ben ik met Gijs
even naar de vijver geweest, even gewoon gaan chillen. Een beetje met de jeep ook rondgereden, zodat hij af en toe ook rijdt. En dat hij niet te lang stilstaat. Maar Seb was dus nog hier, Gijs was hier. Niels is nog steeds hier, want die blijft slapen. Super nice. Anders was ik toch helemaal alleen en dat vind ik best nog wel eenzaam. Laat ik het zo noemen. Zeker in dit grote huis, helemaal alleen, is een beetje eenzaam. Maar check even de keuken. Hoe lang geleden is het dat die zo proper is geweest? Vooral hier, check even. Vuur mooi clean. Sepp heeft even goed geholpen. Wat echt, ja, shout-out naar Sepp. Die heeft even geholpen met afwassen en zo. En nu is het eigenlijk al avond, want het is best moeilijk om door de dag te filmen. Ik ga niet liegen. Ik ben natuurlijk begonnen met vloggen in april. Toen ging ook iedereen nog naar school, dus ik heb echt geen idee hoe ik dat toen deed. Maar nu heb ik 2 maanden elke dag content gehad, omdat ja, iedereen was thuis van school en zo. Dus, maar nu gaat Bo naar school, iedereen is werken, dus ik zit hier helemaal in mijn eentje, precies op de wereld. Zoeken achter content, dus het, ja, dat is wel een beetje moeilijk. Maar komt goed. Wauw, ik ben echt blij met deze keuken. Check hoe clean. Echt proper. Ik heb dit gekregen van Niels, een XXL cooler bag. We gaan het dus unboxen. Geen idee of ik dat ga moeten opblazen of zo, maar we gaan het zien. Rijden zelfs, kijk dit, dat hangt er gewoon aan. Dat is wel echt nice. Hoe werkt dit? Oh joh, dat is gewoon echt een coolbox. Super nice, daar kun je dus gewoon ijs en zo in doen, water. En dan blijft u drinken koud. En dit hangt er zo aan voor ja, uw flesjes open te doen of zo. Nice. Kijk, zo ziet het er dan natuurlijk uit als het gevuld is. Het is eigenlijk iets voor in de zomer, dus ja, maakt niet uit, het is wel echt nice. Oh, zo dames en heren. Ik lig weer lekker in bedje. Niels ligt er in de kamer hiernaast. Die blijft dus slapen. Maar die moet morgen gewoon werken. Dus die moet om 4:40 opstaan. Wajo. Lekker vroeg. Wat een dag weer. Morgen is trouwens mijn 5 maanden jubileum van dagelijks vloggen. Wordt echt sick. Of ja, niet dat ik iets speciaals gepland heb eigenlijk. Maar best wel sick om te bedenken dat ik al 5 maanden elke dag mijn leven film. Maar goed, het is alweer veel te laat. Ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgen. Vergeet niet te liken en te reageren. Ik ben niet te abonneren. En ik zie jullie morgen om 5:00. En ik heb een vlog. Ciao.